Leuke verjaardag. Dankjewel. Ik moet je zijn. Ja. En jij weet voor wie? Voor Isabel Santos en voor Mathieu de Laaien. Oké. Dat zijn allemaal mensen die ooit door Al-Qaeda gekidnapt geweest zijn en die het nu als model proberen te maken. Ah, hallo. U bent Mathieu waarschijnlijk? Mathieu, ja. En u bent? Isabel. Isabel, hallo. Ik kom een keer op bezoek in een familiebedrijf. Ja. Bent u familie? Nee. Geen familie. Nee. U bent geen familie? Dan ben ik aan het verkeerde adres, of niet? Zij is familie. Ik ben de familie. Ah, u bent de familie. En u bent... De niet-familie. De alien, oké. Okay. Gaan jullie met een en ander tonen of zo? Ja, graag. Okay. Dus, we zullen beginnen met de showrooms, ja. Waar wij nu de collecties in gaan hebben voor volgende zomer, die we volgende week beginnen te verkopen. Ah, dat ga ik al zien, ik. Aan de boutiques, ja. Okay. Ik krijg een preview. Oké, dat is goed. Kom spioneren voor mijn vrouw dan. Hoe komt dat die paspoorten geen hoofd hebben tegenwoordig? Omdat we de aandacht niet willen afleiden. Is dat echt, ja? En alleen naar de kleding, okay, en de vorm van de kleding. Ja. Ik stel wel voor dat we misschien ergens anders naartoe gaan kijken. Ja. Want het is meer dan dit te zien. Ja. Ja. Oh, well, het is ook wel interessant te creëren natuurlijk. Maar we zullen naar de showroom van Hampton Bays, ja, gaan kijken. Ja. Dat bestaat 20 jaar dit jaar, we hebben dat juist gevierd. En dat is iets jonger en iets sportiever. Maar uiteindelijk is het dan de showroom van Hampton Bays. Dus hier hangt de collectie ook al klaar. De boutiques komen hier toe, de verkoopster legt de collectie helemaal uit, de thema's. En worden de orders genoteerd. Worden de kleren hier ook gemaakt? Ze worden hier volledig ontworpen. Helemaal voorbereid. En dan volledig ontworpen, dat zou ik wel kunnen zien. Dat is bijvoorbeeld een bepaald themaatje van volgende zomer. Dus zij bepalen dan uiteindelijk, we gaan die kleuren combineren. De stoffen worden gekozen, de modellen worden getekend en dan wordt de puzzel in elkaar gestoken. Hebben jullie al KVO-sjaaltjes ontworpen? Nee, dat is het volgende project. Mm-hmm. Voor mijn grote is het heel belangrijk, een sjaal. Oh, ja, dus je zit echt knoop te tekenen eigenlijk. Ja. Dat dan niet makkelijk is een knoop tekenen. Nee. Hey? Nee, het is niet makkelijk. Je moet dat dan eens een keer voordoen. Ja, zeker. Ik had het gevoel dat nu dus al, dat nu al 8 maanden november is. Ja. En dat je dus zoiets zegt van, oh ja, hoe moet je dus als, omdat ja, zeker met mode is het de nieuwe collectie, de lente, de zomer. Dat is inderdaad een evolutie die we doorgaan zijn pakt de laatste 10 jaar. Dat vroeger had je een echte zomercollectie en een echte wintercollectie. En nu moet je eigenlijk een beetje transitie, ja, kleding maken. Verkoopt dat goed kleding? Het is een moeilijke business, want het is een heel emotionele business. Dus je moet alle zintuigen, dat zijn er veel, weten te prikkelen. En dat is eigenlijk de uitdaging voor de toekomst. Goed, dan wel. Hier zijn we in het, hoe zeg je dat? Het atelier. Het atelier. Ja. Dat het vandaag een beetje te groot is voor hetgeen dat we hier nog doen. Vroeger hebben we hier een stukje van de productie zelf gedaan, maar ondertussen doen we dat niet meer. Dus uiteindelijk, alle productievoorbereiding is hier en dan Oké, en dan weet je hoe dat het zal zijn. Ja. Okay. Je bent iets aan het zoeken? Ik ben mijn haren aan het zoeken. U wat? Mijn haren. Uw haar staat hier, hè? Nee. Dat is goed. Okay. We hebben zelfs een beetje als kleur. Wat Vlaming zijn we. Kijk, voilà, dat is hier ons labo. Dus hier wordt dan ook nog een keer alles met tricots gewassen. En, Amai. Ja. Dus alles wordt gecheckt, gedubbelcheckt. Dat zijn allemaal stalen voor volgende zomer die nu inderdaad al wasproeven nog een keer extra ondergaan. En, ook als bedrijf, klein, lokaal bedrijf, zijn we heel trots op onze kwaliteit en op onze Belgische heritage die we toch hebben op vlak van kleding en met de mode. Ja. Maar dat kan zich ook exporteren en daar zijn we eigenlijk nu op de krijtlijn voor aan het zetten om dat internationaal ook verder vorm te geven. Moet ik aan die kant snijden? Ik ga nog een keer snijden. Het is ook altijd grappig als mensen als ze knippen. En dat doen we. Kijk maar. Amai, dat is een reuze schoren, vind je? Yes. Voilà, zei. Dan moest je niet weg weer doen. Je zit daar genoeg. Je zit daar genoeg.